De berg was voor 10 of 4, dat was dan 2000 kilo. Maar ze meer, dan moesten ze dat op elkaar zetten. Dan stond de winnaar van boven en dan moest hij dat opgeven. Hè. Oplichten en erop. Hè. Dus er was nog een trafiek bij. Hè. Maar toen was allemaal nog dan. Nou, die tijd is door. Ja, ja. En dan beschopen van de Hilgerwoede. Daar ging ik ongeveer 10 kilometer op. Hè. Maar er waren honks in de straat, dat was een fel aan arbeid. Dan moesten ze dat uit de hoeken gaan halen, uit de wagons. En er van voor brengen aan die, waar één deur stond. Nou, dat was... Ja. Echt, ja. Ja. Maar toen, als met een papa... Toen al een aantal mannen... Die in een kort losden in de stassen. Wat wil dat zeggen? Ontloste de wagons per ton. Ik weet niet hoeveel. Ieder ton was er een wagon van 20 ton die wordt per ton betaald. Ah, ja. Ja. En akkoord zo gezeten. Een akkoord. Hè. Ja. Zoveel, dat wordt er ingeschreven of niks. Hè. En dan die mensen, hadden die dan op het eerste of tweede verdiep? Een kachel, dat ging gewoon. Dat worden allemaal schouwen aan. Hè. Ieder, dat was geen één plaats. Hier, dat huis ook. Hij is een schouw, hij is een schouw. En even is een schouw. Boven is dat hetzelfde. Hè. Ja, ja. Die ja. Ze kost alle kanten stoken. Ja. En toen kwam dat uit van de continu's. Hè. De continu's. De continu's. Hè. Dat was, zo gezegd, dan noemen ze de magerkolen of antracietkolen. Hè. Mm-hmm. Maar antracietkolen, dan kon ze de kachel vullen met zo'n bus op. Zo'n bus was 12 tot 15 kilo. En dan moesten ze van onderschuiten als het vuur wat gedoof was. Hè. Maar dat was ongeveer een dag en een nacht. Als ze gematigd liet branden, was ze open zat, moesten ze s'avonds nog bijstoken. En 's morgens moest de poetsvrouw of... De vrouw die daar kan werken, die moest de vuur onderhouden, de kolen en de vuur stoken. Hè. Maar daar hebben we zelf vuur gemaakt hè, in Melleren. Met de echte Leuvense stoven, dan weet ik net juist, waar die, dat was een oven aan. Beneden, daar kosten ze in, dan drukken ze de oven een beetje vuur uit, tot tegen de pot van het vuur van. En dan kosten ze bakken erin, gelijk naar patatenkoek of een taartje of zo. Hè. Dan worden mensen dit door. Dat was de Leuvense stoof. Jeff, als ik dus goed begrijp, uw overgrootvader is ook al in kolen begonnen. Ja, en die deed vervoer. En die deed vervoer voor de metsers, voor Jean Sterke, P. Greve, Stijl Bormans. Dat waren de bijzonderste. En dan gingen ze de brikken halen. En een wildere zand. Hè. Maar met een boot ook zand komen. Met de wagon. In de tramstozen. En dan kwam dat van aan de kant. Van Laak, daar ergens een zandgroeven. Ik weet niet hoe dat heet. Maar het meeste was van wilderen. Van de klei. Het hout? Nee. De zand. De zand? Dus de groeven ze 2 meter aarde af en dan gingen ze al. En dan mochten ze de put en dat was zand. Hè. Dat hebben ze allemaal afgevallen. Maar nou, dat hoogte van achter. Dat was allemaal. Dus, oh. En ze namen de rots dan afdraak mee. En dan kipten ze in de koeters. En ze brachten een keer zand mee terug. Met de kolen kwamen ze veel halen. Hè. Dan kwamen de mensen zelf al. Met de manden. Met de manden, ja. Moet ik ja. Dat zeggen? Met de manden, en dat was een mand voor 25 kilo. En die beter konden, ja, door doen. Dus die namen thuis, meer kolen. Die namen meer kolen. Ja. Doordat ze bezeggen van 50 kilo. Met 25 kilo. En los. Ja. Hoe lang stookte je dan? Een paar dagen? Dat was nog van aan. Dan worden maar mensen...
die waar juist kookte, daar het geld mee aan, we hadden het vuur staan. En dan... maar normaal genomen, voor een stoof verbruikten ze 10 kilo per dag, 10 tot 12 kilo. Dan was dat maar voor een dag of twee, drie, dat die mensen konden stoken, ja, maar de arme mensen. Daar worden mensen, die stookten veel lol toch, hè. Ah, ja. De vanaf braak en wat ze gingen halen en zo, hè, alle kanten. Ja, ja. En dan dat worden dan mensen die kapitaalkrachtig genoeg worden. De Haarstraat, als we door gingen met de kolen, door lag nog aardig rond. Sint-Anneke, dat ze nou zeggen. Ja. Door lagen aarde vloeren van en de goede witte zand. Mm-hmm. En dan kregen ze daar dan wat dat proppel. Ja. En dan uw vader, die heeft voortgedaan dan? Ja, maar die is dan zich uitgebreid. Hè. Die is... beginnen rond de Rijn, op de Piat en de Wal. Hè. En met zakken van 50 kilo. En toen ging het al een beetje beter. En met de fabrieken die dan worden en zo. En daarna zal we 50 en 100 kilo te kopen. Hè. En dan kwamen ze het bestellen. Maar op veel plaatsen. Gelijk naast maandags, dan gingen ze naar Sint Maarten. Dinsdags, dan gingen ze Sint Kangelof en de Aastro, die straat. Schoensdags gingen ze hier Schuurhoven. Donderdag gingen ze de Zeppelse Steenweg. Allemaal af, tot. Oh. Dat was toen allemaal zo, hè. En dan... de andere dag de Brustenpoort en Sint-Pieter, hè. Mm-hmm. Dat was iedere dag had, zo gezegd, zijn parochie moest je groenken dan met de kallen, hè. Ja. En dan gingen ze van tijd... gingen ze de meeste nog verhogen. Hij had er nog genoeg. Hij regelmatig mampen. Hè. En we moesten ze ingooiden nog. En dan kwamen de mensen het zelf voor betalen. Hè. En dat gooiden ze die kolen in een keldergat? Dus. In een keldergat, maar veel nog. Want toen, gelijk op zijn Kangelof, toen hadden ze al allemaal kelder gehad. Met een luxehuis, die hadden allemaal kelders. Hè. Maar dus ook gewone mensen. Dat was van achter in een autostal. Of van zo'n plaat of van zo'n aton. En dan, welke soorten kolen had uw vader? De maten? Nee, de soorten van kolen.